Statements. Een nieuwe aflevering van Statements. Ja man, mijn naam Willy Varta, a.k.a. Die Mooie. Kijk daar, René Van Meurs, a.k.a. ook best wel Die Mooie, maar... Hallo internet, we hebben hem. Hij zit hier, Golden Boy Bilal Wahi. Met een slijtel. Lekker, hier van die jongen. Yeah. Knabbelkop. Yeah. Bazzi Nijs. Bazzi. Bazzi. Ik droom over het buitenland. Vakantie sowieso. Wil ik wel vaker. Ik wil mooie landen zien en zo. Maar ik wil niet bekend worden in het buitenland, man. Is het zo van, ik ga er geen moeite voor doen? Juist. Ja, want als iemand je belt... Nee, ik vind het hier allemaal chill. En als ik dan naar het buitenland ga, dan wil ik ook gewoon even rust, toch? Justin Bieber heeft dat niet, bro. Dat wil je, dat is niet menselijk. Hij zit sowieso niet dat hij denkt, oh, Doetinchem. Ja, Doetinchem. Daar wil ik een gig pakken. In Doetinchem. Hebben jullie met The Youth of Today International shit gedaan? Als kind... Zag ik ook altijd van die artiesten op TMF, toch? Die dan ook naar het buitenland wilden gaan. En ik zag het gewoon altijd mislukken. Doe gewoon alles eerst hier uitspelen. Ja, en kijk dan of je naar België kan. Ja, ik vind het wel vet dat hey, België bestaat meer, hè? Ik heb het laatst België. Van, ja, man. Shout-out naar België, man. Het gaat allemaal om de leuk, maar jullie betalen ook meer, hoor. Jawel, hoor. Dat wordt ook meegenomen. Het is wel vet dat het gasten als Michiel Huismans en zo wel lukt, toch? Ik hoor zijn accent niet, hoor. Ja. Ja, maar acteren is ook heel anders dan muziek, denk ik, om erin te komen in Amerika. Maar je hebt gewoon een goede agent nodig. Ja. Ik heb nu ook een agent in Amerika. Maar dat komt omdat ik die prijs heb gewonnen in Berlijn. Dan leer je daar wat allemaal mensen kennen. Want je pakt veel prijzen. Ja, toch? Nee, helemaal niet, man. Echt dat niet, zeg ik niet. Voor jou. Jij hebt het zeggen. We acteren maar twee, man. Maar toen kwam ik daar, dat was heel anders. En dan krijg je gewoon allemaal self-tapes opgestuurd thuis. Dus je bent gewoon Osso. Ja. En je begint die scène gewoon te doen in de camera. My name is Floyd. Zo. En dan word je op een gegeven moment gevraagd en als ze jou goed vinden. En sowieso bij Mokro's, bij Surinamers, er zijn er niet zoveel in Amerika. En zingen, muziek, moet je daar wel echt naartoe gaan, denk ik, man. Zoals Esmee Denters en zo. Waar is Esmee Denters eigenlijk? Esmee, als je checkt... Kom terug to the Netherlands. Als je checkt, like en subscribe. Like en subscribe. Comment. Esmee Denters. GTA is aanstootgevend. Ik vind van niet, man. Het is... Oh ja, misschien voor sommige mensen wel, maar het is gewoon een computerspel, man. Ja, dat is gewoon... Ik vind het wel tof dat je soort van hoeden kan overrijden en... Gewoon een game, jongens. Ja, ja precies. Ja. Ik speel alleen maar videogames. Ja. En ik ben toch ook niet de meest agressieve persoon of iets? Niet in de openbaar, nee. Nee, niet in het openbaar, precies. Goed zo. Als je inderdaad op een plek bent, weet je, mentaal, dan kan ik me voorstellen dat het niet goed is om dit spel gewoon 18 uur achter elkaar te spelen. Maar ja, dat is niet de schuld van het spel. Echt, je hebt ook heel veel studies gezien en zo, die dan zeggen van ja, gaming en agressie, dat soort dingen. Ja. Is er een connectie? Is er niet. Maar verslavingen, dat zijn weer wel hele andere dingen. Ja. Want natuurlijk alles in het hele leven is verslavend. Ik heb nog nooit 6 uur GTA gespeeld en toen gedacht, ik loop naar buiten, ik trek José uit de Volkswagen Golf en rij een kinderboerderij in. En nooit. Nee? Ik heb wel één keer gehad, toen speelde ik het best wel veel en dan liep ik op straat. Toen stond er een auto zo stil, vlak voor mij. Toen dacht ik, oh ja, ik pak hem. Toen dacht ik, oh nee, natuurlijk niet. Oh, en wel even die flits gewoon. Maar dan weet je, uiteindelijk weet je dat het niet doen. Dat is geen goed idee. Ja, denk, ja, dat is gewoon een domme gedachte, ja. Weet je wel. Maar, ja. Ik kan maar ook met die gedachtegang, want ik vind het heel grappig als mensen dat aan mij vragen. Dan denk ik van, nou, oké. Dus als ik de hele dag spelletjes speel waar ik ga schilderen, dan word ik ineens heel goed in schilderen of zo. Of of als ik Flight Simulator een hele dag vliegspelletjes speelt, dan kan ik ineens een vliegtuig besturen. Nou, ook niet. 9-11. Oh, shit. Dat was inderdaad 9-11. Ja, ja maar oké, er is een verschil tussen een simulator en vliegen in GTA, hè? Ja. Jongens, ja, kom op. Ja, de jetpack. Ja, precies. Hè. Dat, Crash je. Ik ben een goede leider. Nou, ik weet niet per se of ik echt een goede leider ben, maar ik heb wel het idee dat mensen mij vaak volgen. Jij bent natuurlijk bij uitstek een goede leider. Elk weekend heb je 22 andere artiesten in het veld staan. En ja, maar dat is wel echt leuk. Dus je hebt
Het zijn clowns, leugenaars, acteurs, topsporters, helden. Het is crazy. Ja. En weet je wat ik vet vond aan wat jij zei? Is dat je zei, je hebt 22 andere artiesten. Dus, dus je rekent jezelf ook wel... Ja, zeker. Tuurlijk. Ik ga even recht op. Nee, tuurlijk. Nee, maar het is wel zo. Je komt met allerlei culturen in aanraking. Ja. Hè? En iedereen is weer anders. Dus ik denk aan in de voetbalsport dat dat nergens zo groot is. Dus ja, ik vind het wel gaaf. Maar je hebt wel verschillende leiders. Hè? Je hebt leiders die staan erboven. Die zeggen gewoon van, nee, zo gaat het. Uh-huh. En ik ben weer iemand die, ik hou ook wel een beetje lol tussen de spelers. En ik probeer het op die manier te doen. Dus eigenlijk een beetje tussen de spelers door. Jij manipuleert die jongens. Jij snapt het. En geef jij anders leiding op het veld dan in de bakkerij in Hardenberg? Ja, in Haaksbergen. Ja, dat is wel anders. Ja, natuurlijk wel anders. In een bakkerij met allemaal dames te maken. Dat is sowieso een andere aanpak. Die kunnen sowieso niet voetballen. Kunnen sowieso niet voetballen. Oh, snap! Nee, vind je damesvoetbal, vind je niks? Nee, vind je dat verschrikkelijk? Nee, dat vraag ik jou. Nee, je probeert goed, mij dan gewoon... Dat deed ik goed, hè? Ja. Dus jij wil zeggen dat de mensen die jou kijken en volgen, die dames, daar ga je nu tegen zeggen dat ze er niks voor kunnen. Ja, er wordt gewoon ook op een iets ander niveau gevoetbald, toch? Dat is heel politiek. Als je 11 gasten tegen 11 dames laat voetballen, ja, dat is gewoon niet hetzelfde niveau. Het is wel leuk een dameswedstrijd doen, hoor. Ik heb wel eens een dameswedstrijd gefloten. Is dat anders? Ja, hij is echt heel Wat is er anders aan? Maar het is echt wel zo, die dames zijn veel meer, het lijkt veel meer een team samen. Gaat die bal uit en de tegenstander heeft inworp, dan zeggen zij ook gewoon van, oh, zij hebben inworp. En het is wel leuk, want ik had een damestoernooi, moest ik fluiten. En dat floot ik de finale. Ja, het was echt 600 vrouwen, die kunnen feesten hoor, s'avonds. Dat is niet normaal. En toen had ik de finale wedstrijd, en toen kwam er in één keer een dame kwam er vanaf de bank het veld te rennen. En die tikte me zo aan mijn kont, zo, en die rende door en die doet aan de kant zo, yeah, flesje wijn. Dus ik zo, ik zei, hier komen, nu! Oh nee, sorry scheid. Dus doe mijn andere kant ook even. Nou, dat is wel lekker. Even af en toe, weet je, ja, dat is wel leuk. Dus ik vind dameswedstrijden wel leuk. Ja, snap ik wel. Ja, goed. Ik heb een belangrijke levensles geleerd in coronatijd. Nou, of het mijn eigen levensles is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik denk wel dat überhaupt het hele afgelopen anderhalf jaar was voor iedereen wel een enorme test, toch? Ja. En voor mij misschien een test in geduld. Dat ook wel. Je wilt op welke manier? Nou, kijk, er moet zo ongelooflijk veel gebeuren. Maar er zit ook echt maar 24 uur in een dag. Dus ergens is de dag ook gewoon op. Ik heb altijd best wel hard gewerkt, hoor. Maar nog nooit dat geloven we. Als de afgelopen anderhalf jaar. Het is echt. Maar wat heb je geleerd? Wat heb jij zelf persoonlijk geleerd? Ja, misschien nog het meest dat je niet alles in eigen hand hebt. Hè? Dat je voor een deel ook gewoon afhankelijk bent van anderen of van de omstandigheden. Ik denk dat nogal het meest. Ja. Je hebt ook heel veel kritiek over je heen gehad. Yes. Hoe is dat? Of was je dat al gewend? Of heb je daar ook wat van je weg in moeten vinden? Ja, toch ook wel. Kijk, de intensiteit van alle kritiek, zoals in de afgelopen anderhalf jaar, dat heb ik nog nooit gehad. Toch? Het was absurd. Ja. Het was echt absurd. We hebben ook af en toe een DM of een comment, maar dit is wel net niet in deze hoeveelheden. Nee, het is net iets anders, denk ik. Ja. Echt wel duizenden reacties. Kijk, het waren niet alleen maar haatreacties. Op social media natuurlijk wel veel. Hè. Dus heel veel mensen die s'ochtends kennelijk sloggen zijn. Daar is social media voor, toch? En precies vervolgens achter het toetsenbord kruipen en even een paar lelijke dingen zeggen. Dat zie je best wel veel natuurlijk, toch? Op social media en op straat is het meestal leuk. Ik had in een ander jaar geboren willen worden. Oeh, ja, dan... Uit welk jaar ben jij, Mark? 1997. Holy shit, je bent echt nog heel jong. Ja, nou ja, jong is relatief. Nee, ik had gedacht dat je ouder was. Nee, ik ben inderdaad, dat heb ik wel eens vaker gehoord, ja. Ik weet het niet, dat komt misschien door de stem. Ja, precies, jouw stem is al 50. Maar ben je tevreden met het jaar? Is het een goed jaar? Ja, het is wel een heel mooi jaar, ja. Heel mooi jaar. Nee, ik had wel, ik had wel wat eerder geboren willen worden. Ja, wanneer dan? De tijd dat alles nog lekker kon. En dat klinkt natuurlijk heel stom wat iedereen zegt. Maar we zijn nu met zoveel mensen op de wereld, dat er zoveel weinig ruimte is voor uitzonderingen. Mijn vader die gewoon zijn auto onder de Eiffeltoren kon parkeren. Dronken achter het stuur ging. En gewoon in zijn auto op vakantie ging. En nou ja, in de nacht gewoon lekker in één keer doorreed. En gewoon... Beter was gewoon. Nou, niet toen alles nog beter was, maar omdat er veel minder mensen waren, was er ook veel meer ruimte voor uitzonderingen. Ik bedoel, je kon gewoon veel meer maken dan hoeveel je nu kan maken. Want als iedereen dat zou doen... En vroeger, als je gewoon met iets minder mensen gewoon lekker... Laat het lekker gewoon het bevrijdingsjaar, laat mij lekker gewoon vanaf 1946 tot nu pakken. Heb je een enorme lange tijd rust. En gewoon een tijd waar nog veel meer mag en toegestaan is. In plaats van dat je bij het minste geringste weer een sociaal klapje op je schouders krijgt.
Oké, maar je kunt ook wel een minder dichtbevolkt plek opzoeken. Ja, klopt, klopt. Dan heb je ongeveer hetzelfde. Dan heb je ongeveer hetzelfde. Dan heb je wel maar dan wifi. Nu. Ja. Ja.